over via links. Sven, Peter en zijn vrienden zijn dagelijks op het trapveldje aan het voetballen. Maar volgens de jongens wordt dat straks een stuk moeilijker. En dan komt hier het voetbalveld. De gemeente Eemnes wil het veld anders inrichten. Er komen klimrekken en veel bomen. Maar dat betekent dat het voetbalveld een stuk kleiner wordt. Het wordt 34 meter als het goed is en het is nu 66 meter. We hadden het een keer opgemeten en dan kan je de bal gewoon, als je keeper bent, gewoon het doel inschieten. Tja, dat is wel erg gemakkelijk scoren. De gemeente snapt dat de kinderen teleurgesteld zijn, maar vindt dat het speelveld niet alleen bedoeld is om te voetballen. Kinderen die zo'n voetbal niks aanvinden, moeten er ook kunnen spelen. De kinderen en hun ouders vinden het ontwerp ook gevaarlijk. Rondom het veld komen namelijk dit soort stenen muurtjes. Er zitten pinnen op en dat is dus ook bij mijn vriend gebeurd. Die kwam toen in zijn knie. En dan kan je de hele tijd niet voetballen. De ouders vinden dat er niet genoeg naar hun kroost is geluisterd. De kinderen hebben geen inschattingen gekregen van wat de tekeningen nu precies inhouden. Ze hebben niet kunnen overzien wat de gevolgen zijn van de plaatsing van de drie stenen muurtjes. Ze hebben niet in kunnen schatten dat de tekening tot gevolg heeft dat eigenlijk het voetbalveld zoals het er nu is gewoon compleet gaat verdwijnen. Sven Peter houdt ondanks alles de moed erin. Komende dinsdag wordt de kwestie besproken in de gemeenteraad.